Hoi allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik laat jullie vandaag mijn luchtjesstash zien, of mijn parfumstash, hoe je het noemen wilt. Ik ben een tijdje geleden begonnen met stashvideo's en ik dacht, ik laat vandaag gewoon een keer mijn parfumstash zien. Hoort tenslotte ook bij beauty en ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om jullie mijn luchtjes te laten zien, want ik ben er heel blij mee. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Oké, als eerste heb ik hier mijn luchtjes staan. Dit is op een plankje en... Ja, ik heb dit plankje een beetje gecustomized zelf. Ik heb zwart gemaakt. Hij was wit toen ik hem kocht en heb die letters erop geplakt. Ik weet, ze zijn een beetje scheef, maar goed. Dat maakt mij niet uit. Ik vind het wel heel erg leuk gelukt zo. En ik vind het fijn dat ik hier al mijn luchtjes op kwijt kan. Dus dat is waar ze dus op staan. Voordat ik de vraag krijg, waarom bewaar jij je luchtjes in de doosjes... ik vind het zelf leuker staan. Ik vind het gewoon leuk om ze daarin te bewaren. Ik vind het ook schelen qua stof, omdat ik ze op een plank heb staan die in de slaapkamer hangt. En ja, ik merk gewoon dat ik zo'n doosje gewoon makkelijker kan afstoffen dan dat ik het hele luchtje moet of het hele flesje moet gewoon gaan maken. En er zijn gewoon een aantal luchtjes die niet kunnen staan. Die hebben gewoon een andere vorm waardoor ze niet kunnen staan. Waardoor ik het doosje moet bewaren. En dan vind ik het eigenlijk gewoon net zo leuk om ze allemaal erin te laten staan. Dus dat is eigenlijk de reden. Ook ben ik even weer in een andere setting gaan zitten. De plank die je net zag, die hangt op de slaapkamer. Waar de luchtjes dus op staan. Maar op de slaapkamer heb ik gewoon niet zo heel goed licht. Dus vandaar dat ik in de woonkamer ben gaan zitten. En het hier dus verder de luchtjes eventjes van dichtbij gaan laten zien. Ik heb als eerst even een luchtje die je niet hebt zien staan. Deze staat in de badkamer. Want dit is een luchtje die ik eigenlijk als ik gewoon thuis ben, als ik de deur niet echt uit hoef, of als ik een keer even gewoon boodschappen moet doen. Als ik verder niet heel veel op de penning heb staan, dan gebruik ik deze. En deze is van Soul. En dit is Eternal. Dit is een 30 ml versie. Deze is te koop bij het Kruidvat. Gebruik ik echt al jaren. Dit luchtje zit ook in mijn parfumverstuiver die ik meedraag in mijn tas. Het luchtje staat los. En dit is hem. Het is een heel schattig flesje. Er zit een heel klein diamantje onderin. Maar ik denk niet dat dat heel goed zichtbaar is. Of toch wel. En het is een heel zoet luchtje. Het is, deze luchtjes zijn ook vooral heel geschikt voor de jongeren van de tieners onder ons bijvoorbeeld. Of de 14-jarige, 15-jarige, weet ik veel. Maar deze kunnen ook gewoon op jongere leeftijd, omdat ze gewoon niet zo heel sterk zijn. En ja, ik vind het gewoon wel een heel lekker luchtje. En ja, ik draag hem heel graag, dus als ik gewoon lekker thuis ben. Want hij is ook niet heel erg duur. Hij is 6,95 of zo. En dat vind ik best wel goedkoop voor een luchtje. En ik vind hem gewoon heel lekker ruiken. Ik zal overigens niet de noodsoorten opnoemen die in de luchtjes zitten. Ik vind het zelf een beetje rommelig. Mocht je meer informatie willen weten over een luchtje, dan kun je het altijd even googelen. Er staat altijd wel bij wat erin zit. Dus ik vertel eigenlijk alleen waar het luchtje naar ruikt, wat voor geur die heeft. En ja, ik hoop dat dat voldoende is. Dan heb ik de XX by Max Wild. Dit is 20 ml. Deze heb ik rond kerst had je deze bij de Action. Die heb ik toen aangeschaft, want ik heb hem ooit al eerder gehad. Helaas ben ik die toen kwijtgeraakt doordat er brand heb gehad thuis. En... ik vond dit luchtje gewoon heel erg lekker. En toen was ik eigenlijk best wel verbaasd dat hij bij de Action kwam te staan. En nou heb ik ooit eens horen zeggen dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar als je dan zo'n geurtje bij de Action koopt, is de geur wat minder. Omdat de prijs ook lager is, is de kwaliteit van het product minder. Nou, ik heb er zelf echt geen idee van. Ik vind hem eigenlijk gewoon precies hetzelfde ruiken als dat ik hem bij een andere drogist zou kopen bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of dit waar is. Dus, maar goed, ik vertel het er wel eventjes bij. Ik ga even het flesje laten zien. En deze bevat eigenlijk een hele mooie bloemhart. Of een hart is het. Dit hart zie je hier ook terug op het doosje. Die hebben ze dus ook op het flesje gemaakt. En dan staat hier de tekst XX by Max.
Het is een heel bloemig geurtje. En ja, ik hou het gewoon op bloemig, want iets anders kan ik er niet van maken. Volgens mij heeft Action ze ook nog steeds. Ook grotere varianten, maar ik vond de 20 ml vond ik zelf voldoende. Want ik ben niet een heel groot gebruiker van luchtjes. Eigenlijk, de luchtjes die ik heb zijn eigenlijk allemaal gewoon kleinere varianten. Dus ja, ik vind dat zelf gewoon voldoende, omdat ik best wel lang met luchtjes doe. Dus XX by Next Wild. Dan heb ik dit luchtje van Essence. Deze heet Like a Day in the Candy Shop. Deze is toevallig een grotere variant. Deze is 50 ml, maar deze kost ook maar 6,95 of zo. Dus die zijn gewoon heel goedkoop. En ik vind die luchtjes gewoon heel erg leuk van Essence. Dit is het flesje. Er zit een heel schattig strikje omheen. En hier zie je wat snoep. En het luchtje is heel bloemig, maar ook fris. Dus eigenlijk een bloemfris luchtje gewoon. Je zou verwachten dat die heel zoet is, maar dat valt op zich nog wel mee. Het is ook wel een luchtje die goed blijft hangen, want vaak denk je van goedkopere luchtjes, ach, die verdwijnen gewoon als je 's morgens bijvoorbeeld opdoet en de rest van de dag ruik je hem niet meer. Ik heb hier zelf geen last van. Ik heb zelf eens gehad dat ik hem op had gedaan, dan ging ik bijvoorbeeld douchen en dan rook ik hem daarna gewoon nog. Dus dat is gewoon best wel goed. Ik vind het wel leuk dat die dopjes van Essence weer gekenmerkt worden door het eetje. Er zijn volgens mij best wel mensen die denken dat dat deze luchtjes alleen een beetje geïnspireerd zijn op kinderen, jongvolwassenen. Van de leeftijd van 13, 14, omdat Essence meer een jeugdmerk is. Ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet. Ik vind dat deze luchtjes ook perfect voor gewoon volwassenen kunnen. Dus ja. Als je ervan houdt, is dit gewoon een heel mooi budget luchtje. Dan heb ik het APL Fruitylicious luchtje. Deze is van de Action. Kun je zien aan het merk van Indigo. En dat is eigenlijk altijd Action. Maar het leuke van dit luchtje is dat het een dupe is. En ze hebben hem gebaseerd op de DKNY Be Delicious parfum. En ik ken zelf het luchtje niet, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of er heel veel vergelijking in zit. Maar ik weet dat ze hem hebben geprobeerd na te bootsen. Hier zit 100 ml in. Dat is een vrij groot luchtje. Voor mijn doen dan. Je betaalt natuurlijk bij de Action geloof ik 1,50 voor zo'n luchtje. Dus dat is gewoon heel weinig. Dit is hem dan, het luchtje. Hij is vrij rond. Het flesje is best wel compact. Hij ruikt echt zo lekker naar appeltjes. Ik vind deze echt super fris. Ik vind het vooral ook echt een heel erg lekker luchtje in de zomer. Het is wel zo dat hij niet gewoon de hele dag blijft zitten. Het is gewoon een luchtje die je gewoon eigenlijk gewoon door de dag heen gewoon een paar keer moet bijsprayen. En dan is het eigenlijk een prima luchtje. En ja, ik vind hem gewoon zo lekker fris gewoon. Ik draag hem eigenlijk het meest in de zomer. Daarom is er ook nog niet al heel veel uit. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat Action hem heeft gebaseerd op een duurdere merk. En ik ben heel erg blij met deze. Ik zag trouwens dat je een tijdje geleden hadden ze ook gewoon cadeauverpakkingen van dit luchtje. En dan zat er geloof ik ook nog een shower gel of zo bij. Dus dat is natuurlijk wel helemaal erg leuk. Maar ja, deze dus van de Action voor €1,50. Dan heb ik dit luchtje van Lady Gaga. Ik ben dol op luchtjes van bekende sterren. Deze is 15 ml. Deze heb ik bij de Op is op Photoshop gekocht. Een grotere winkel. En deze had deze toevallig staan. Hier was ik al zo'n tijd benieuwd naar. En het scheelde weer zoveel in prijs dat ik besloot om hem toen te kopen. Het is een beetje een duister luchtje. En dan ga je natuurlijk afvragen van waarom duister. Nou, dat ga ik even laten zien. Want ik vind het flesje al een beetje duister. Ook de binnenkant is gewoon helemaal zwart. Dus past eigenlijk wel echt totaal bij Lady Gaga, vind ik. Dan is dit het flesje. De parfum is gewoon zwart van kleur. Je hebt hier een soort pootjes erop. Vier met goud. En ja, dat is wel heel erg leuk. Want als je het dopje eraf haalt, zie je hier ook Lady Gaga staan. Fame staat erop. En ik weet nog wel dat ik toen voor dit luchtje, dat ik
Dat ik hem graag wilde ruiken. En ik was toen bij de drogist. En toen zeiden ze van, nou, het spoot is een beetje op mijn arm. En toen zei ze van, je moet niet schrikken, want hij is zwart. En inderdaad, hij gaf gewoon echt zwart af. Ik vond het toen best wel apart, want dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Het is niet dat hij gewoon intens zwart is, gewoon een heel licht zwart laagje had hij. Maar hij is zo lekker zoet. Hij is zoet, maar niet heel overheersend. Dus je kunt hem prima iedere dag gebruiken. Oh, ik vind het altijd zo lekker om aan luchtjes te ruiken. Ja, ik geloof dat ik toen voor deze maar 7,95 kwijt was. En als je dus zo'n kleine verpakking gaat halen, bijvoorbeeld bij bekende drogisterijen, ben je toch al gauw €15 kwijt. En dat scheelt gewoon heel erg veel. Dus ik was gewoon heel blij verrast dat ik deze toen bij de Oppishop tegenkwam. Dan heb ik Katy Perry's Killer Queen. 15 milliliter, al lijkt die heel groot omdat het doosje heel groot is. Maar het is echt een heel klein luchtje. Dit is dus zo'n luchtje die gewoon niet kan staan voor de puntige onderkant. Vind ik wel heel erg leuk gedaan. Ook hier staat Katy Perry. Ik weet niet of je het kan zien. En staat hier aan de andere kant staat Killer Queen. Ik ga hem even afhalen. Dit luchtje is heel erg fris. Hij is gewoon ja, echt heel erg lekker. Ik vind hem ook eigenlijk wel heel erg schattig, zo klein. Als ik dan de grote variant zie in deze naast zou, vind ik het gewoon echt een schattig flesje. Ja, ik vind hem gewoon heel erg lekker ruiken. Ik vind het nieuwe trouwens ook wel heel erg lekker van Katy Perry. Maar ik hou het bij deze. Ik heb deze toen, wilde ik toen heel graag hebben. Ze hadden hem toen in de aanbieding een keer bij de Trekpleister. En toen had ik 50% korting. Dus was ik ook maar €7 kwijt. En eigenlijk ga ik altijd al voor koopjes. Dus ja, gewoon voor zo'n kleine hoeveelheid vind ik dat een prima. Prima prijs met korting. Dan heb ik een luchtje van Kappa. Momento. Deze is 50 milliliter. En deze is wederom van de Action. Ik heb deze voor kerst gekregen, geloof ik ook. Eerder over kerst. Ja, ik zag dat ze gewoon nog heel erg lang hadden. En dit is dan weer een vrij grotere verpakking. Maar de prijs-kwaliteitsverhouding is dan weer prima. Dit is het flesje. Hij is vrij. Ja. Het is niet helemaal rond, maar een beetje ovaal. Hier zie je het Kappa-logo. Hier staat ook Kappa op. En het luchtje is heel. Heel bloemig. Echt heel bloemig. Ik denk dat dat ook wel een beetje van het doosje afstraalt zelf. Je ziet hier ook bloemetjes opstaan. En dat komt eigenlijk komt die geur gewoon heel goed terug. Ja, dus daar was ik heel blij mee. Volgens mij was deze echt maar 3,95. Dus dat was echt zo'n koopje. Dat ik ja, hem nog altijd met heel veel liefde gebruik. Eigenlijk. Ik vind het gewoon een heel lekker luchtje. Ja, ik hou wel van die bekendere luchtjes. Ja, helemaal als je dan met hoge kortingen kunt kopen, vind ik het helemaal top. Dan heb ik misschien wel het meest bekende geurtje onder de vrouwen. Bruno Banani. Dit is de variant met de punt op. Overigens is dit ook weer 20 milliliter. En dan is dit het bekende flesje. Ik denk dat heel veel hem wel zullen herkennen. Bruno Banani heeft natuurlijk heel veel geurtjes. Maar ik vind deze nog altijd de lekkerste. Hij is fruitig en bloemig. Het is een beetje een mengsel. En ik vind het zo leuk dat ik hem ook gewoon, dat ik hem altijd gewoon herken. Het is gewoon een luchtje die gewoon heel herkenbaar is. Oh, ik kan er echt zo lang aan blijven ruiken. Ik weet eigenlijk niet of dat deze nog steeds te verkrijgen is in de winkels. Volgens mij op internet sowieso nog wel. Maar doordat ze natuurlijk elke keer weer nieuwe luchtjes uitbrengen, is het best wel ja, lastig denk ik om alles te behouden. Maar ik vind dit echt eigenlijk een van mijn favoriete luchtjes. Dan heb ik dit luchtje van Christina Aguilera. Dit is By Night. 15 milliliter. Dit is een heel zoet luchtje. Ik vind dat doosje ook wel weer leuk gedaan zo. En het flesje is ook heel schattig. Het is verder niet heel speciaal, gewoon eigenlijk vrij basic. Maar het luchtje is zo lekker. Hier zit trouwens niet op wat je bij de andere
luchtjeszag van bekende sterren zit hier trouwens niet nog extra Christina Aguilera langs de rand, maar het staat hier gewoon alleen op het flesje. Dan heb ik dit luchtje van Esprit. Jean Style heet deze. Dit is ook weer 15 ml. Deze is voor women uiteraard. Je hebt hem ook in de men versie. Deze is zowel voor mannen als vrouwen uitgebracht. Vind ik zelf altijd wel leuk. Dus als je daarvan houdt, dan kun je dus eigenlijk allebei zo'n luchtje gebruiken. En toch zal hij voor mannen en vrouwen weer anders ruiken. Ook dit is weer een heel schattig flesje, vind ik zelf. Je ziet hier een beetje de jeans douwt ingedrukt. Achterop zie je ook iets van jeans. Verder niet heel bijzonder. Hij is fruitachtig. En ja, ook wel bloemig. Maar ik vind hem ook vrij fris. Ook deze heb ik toen met hoge korting kunnen kopen. Deze ging toen uit de winkel, uit het assortiment. En toen was hij geloof ik nog 5 euro of zo. Dus nou ja, dat is gewoon heel erg leuk meegenomen. En ik vind hem echt super lekker. Dan heb ik dit luchtje van Puma. Dit is de jam versie. En deze is ook voor zowel mannen als vrouwen uitgebracht. Ik geloof dat hij voor mannen blauwe verpakking had. Dit is 20 milliliter. En het flesje is wel heel erg schattig, vind ik. Je ziet hier het Puma teken en hier staat nog Live Reggae Jam. Het luchtje is heel fris. Het is echt een luchtje die je ook heel makkelijk zou herkennen, vind ik zelf. Ja, hij is echt super lekker. Of hij in de winkel nog te verkrijgen is, weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat hij online nog steeds te koop is. Hier staat nog een prijsje op en deze was toen de tijd 9,99. Dus ik heb echt geen idee of die nog in de drogisten te koop is, maar online sowieso. Dit luchtje is van Avril Lavigne en deze heet Black Stars 15 ml. Doosje vind ik wel heel erg mooi, want hij valt wel een beetje op zo met die bijzondere buitenkant. Het leuke aan dit luchtje is dat hier ook binnen in doosje staat overigens Be Your Own Star. Het leuke aan dit luchtje is dat er een ring bij zit. Ik ga hem er even afhalen. Een soort spike ring. Ik ga hem met andere hand doen, dat is wel beter. Dus hier heb je zo'n soort spike ring. Ja, ik laat hem gewoon om het luchtje zitten, maar ik vind het wel grappig dat ze dit erbij hebben gedaan. Want dit was in de tijd dat Avril Lavigne nogal een beetje rebels was. Volgens mij is het ook nog in de tijd dat ze... dit is van 2009 dit luchtje, dus hij is al best wel oud. Maar hij ruikt nog steeds goed. Ook dit luchtje is gewoon heel fruitig. Ja, ik kan er echt niks anders van maken. Fris, fruitig. Dat eigenlijk. En ik vind gewoon het hele leuke detail van die ring. Die spiky ring die erbij zit. Volgens mij heeft ze in de tijd van dit luchtje ook een nummer uitgebracht. Dat Black Star heette. En ja, hij is al best wel oud, maar ik ben er nog steeds heel blij mee. Dan heb ik deze van Beyoncé. Dit is Heat. Dit is de allereerste versie. 15 milliliter. En ik vind het ook wel heel erg leuk, dat flesje. Want het lijkt net een vlammetje. De kleur loopt een beetje over. Als ik hem eruit krijg tenminste. Ja, dus. Je ziet echt een beetje een soort vlammetje erin, vind ik zelf. Omdat hij een beetje van donker naar lichter overloopt. Hier zit dan weer Beyoncé. Aan de andere kant staat Heat. En de geur is... ja, een beetje kruidig. Hij voelt echt... ja, het is echt een beetje een kruidige geur. Een beetje een warme geur, vind ik het ook. En ik vind dit dopje eigenlijk ook wel heel erg leuk. Hier staat ook een beetje op. En ja, het voelt best wel luxe aan. En ik weet inmiddels dat Beyoncé heel veel andere luchtjes heeft uitgebracht. Maar ik ken eigenlijk alleen maar deze. En ik vind deze wel heel erg lekker. Dan heb ik dit luchtje van de Playboy. Dit is Play is Rock. Playboy heeft een aantal verschillende luchtjes uitgebracht. Deze heb ik vorig jaar opnieuw gekocht. Omdat ook deze was kwijtgeraakt door die brand.
En ik vond dit gewoon een heel lekker luchtje. Het is 30 milliliter en ik heb hem toen bij de Opshop gekocht. En ik vind het flesje ook wel heel erg leuk. Want ja, natuurlijk gewoon kenmerken. Het zijn die oren van de Playboy en hier een strikje. Hij ruikt ook heel bloemig. En volgens mij hebben ze hier ook een deodorant van uitgebracht. Volgens mij was dit zo'n combinatie van deodorant en een luchtje. En hier achterop staat overigens ook nog Playboy. En ik vind het ook gewoon een heel erg lekker luchtje. Ik vind het eigenlijk leuk dat die oude luchtjes ook nog steeds gewoon te koop zijn. Dit is het luchtje van Sex and the City. Deze heet By Night. Dit is 30 milliliter. En het wordt een beetje gekenmerkt, dit doosje, door de gebouwtjes die erop staan. Ook deze komt gewoon bij de Action vandaan. Volgens mij heb ik die ook een keer met kaars gekregen. Het is allemaal niet heel lang geleden, maar ik weet het allemaal niet zo heel goed meer. En dit is het flesje. Hij loopt een beetje van donker naar lichter ook weer. Ik vind het dopje wel heel erg leuk. Een beetje zo'n diamantvormig. Ook deze ruikt heel kruidig. Ook deze heeft weer zo'n beetje zo'n warme geur. Ik vind dat je deze geur, die heeft ook wel iets weg van de warmte die die geur van Beyoncé afgeeft. Maar deze vind ik ook echt heel erg lekker. En ja, ik vind het wel heel erg leuk, want ik heb afgelopen jaar heb ik ook zo'n hele grote cadeaudoos gekregen van Sex and the City. Er zat een groter luchtje in en ja, ook een body lotion geloof ik en een wasgel. Dus dat vond ik wel heel erg leuk, omdat ik dit luchtje gewoon al zo heerlijk vond. En vond ik wel leuk dat het zo goed onthouden was. Dit luchtje is van Mariah Carey. Carey, het uitspreekt. Hij heet Lollipop Splash, de remix. Dit is 30 milliliter. Ook deze is gewoon van de Action. Ik vind het eigenlijk best wel leuk dat Action heel vaak van die luchtjes heeft die gewoon wat luxer zijn. Ik vind het doosje al heel erg vrolijk. En dan is dit het flesje. Hij is veel feller. Op de camera komt het niet over, maar het is een heel fel flesje. En dan zit er deze hele leuke vlinders al bovenop. Vind ik echt heel erg leuk. Dit vind ik vooral een heel zoet luchtje. Ja, echt super lekker. Ze had hem ook in een blauwe variant. Maar ik weet niet goed of wat er verschil daartussen is. Maar ik vind deze gewoon heel erg lekker. En ja, gewoon heel erg leuk gedaan. Ook met die vlinder zo als detail. Dan heb ik dit hele kleine luchtje van Essence. Girls Night Out. Dit is 10 milliliter. Dit is mijn eerste Essence luchtje. En ik geloof dat je die 10 milliliter voor 3,95 of zo koopt. En dan heb je gewoon zo'n heel klein flesje. Hier zit verder ook niet een strikje aan. Wat de grote wel had. Deze is echt heel zoet, dit luchtje. Het is wel echt... ja, hij is gewoon heerlijk zoet. Maar ik denk dat hij ook gewoon lekkerder wordt als hij een beetje aan het vervliegen is. Ook van dit luchtje blijft gewoon zitten als ik heb gedoucht. Dus eigenlijk is het gewoon een heel goed luchtje. Vind ik zelf. En ik denk dat het ook wel heel erg handig is. Want zo'n kleine verpakking zou je ook heel erg handig mee kunnen nemen voor onderweg als je dat zou willen. Het laatste luchtje wat ik jullie laat zien is de Sexplosion. Dit is ook weer van de Action Indigo is het merk. Dit is ook weer een dupe. Hij heeft 100 milliliter. En dit is een dupe van de Flower Bomb van Victor & Rolf. Ik ken het oorspronkelijke luchtje niet. Maar als ik de recensies moet geloven, is dit luchtje exact hetzelfde geurtje als de Flower Bomb. Het blijft natuurlijk wel minder lang hangen ook. Maar goed, dat is niet erg. Want je spreekt gewoon vaker bij. Deze is heel zoet. Ik heb hem vandaag toevallig ook op. Ik dacht weer een keer wat anders. Ja, hij is echt heel erg lekker zoet. Hij heeft echt heel veel milliliter, gewoon 100 milliliter. Gewoon groot, dus het is ook niet erg. Hoef je hier vaker mee bij te sprayen. Want voor €1,69 moeten we ook niet verwachten natuurlijk dat hij heel erg lang blijft hangen. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat Action die doepluchtjes een beetje in het assortiment heeft. Dan was dit mijn video met mijn parfumstash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik hoop dat het niet heel rommelig was.
Ik vond het zelf wel leuk om een keer te laten zien, zodat je een beetje weet van waar ik van hou qua luchtjes. Als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's, zou ik zeggen, abonneer je dan eventjes op mijn kanaal. Het is geheel gratis en krijg je gewoon een berichtje als mijn nieuwe video online staat. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je gewoon heel snel weer. Doei!